Waar gaat de voorstelling over? De Silicon Passion gaat over de relatie die we nu hebben met Big Tech. Wat enerzijds een hele fijne is. Ik denk dat je op één dag al door allerlei stadia gaat van technologie geweldig vinden en er een hele fijne relatie mee hebben. En dat we ook momenten hebben dat je het liefst je telefoon uit het raam wil gooien. En gewoon even rust aan je hoofd wil. We zijn drie performers en we vragen ons af, hoe nu verder? Waar zit het hem precies in? Technology brought or created so many other layers of existence, of abstraction, that we ought to think and consider the impact it has on our minds and our interpersonal relations. En samen met de muziek van Bach, van de Matthäus Passion en het verhaal van Pasen zoeken we eigenlijk in de performance naar wat zou nou de weg voorwaarts kunnen zijn. Dus dit is onze setup eigenlijk. En we gebruiken zoals je ziet allerlei verschillende middelen, van synthesizers tot drumcomputers. We hebben daar nog een sampler staan. En wat we eigenlijk doen is dat we al dat materiaal van Bach ofwel live spelen of eigenlijk aan die apparaten voeden en het door die apparaten laten verbrijzelen, vermangelen, en dan komt er iets heel anders uit. Wat toch nog een beetje stiekem ergens als Bach klinkt, dus dat is heel leuk. De kernvraag is denk ik eigenlijk, hoe rebooten we onze relatie met Big Tech? Ik weet het niet.